eerste WK-wedstrijd, gelijk een 4-1 overwinning. Een hele belangrijke overwinning tegen Argentinië. Beschrijf even waarom deze zege nou zo belangrijk is, die eerste in de pool. Dit is echt een geweldige start. Zo moet je eigenlijk een toernooi beginnen. Natuurlijk, we waren er klaar voor. Van mij mocht ik 2 weken geleden al beginnen. En tot het nou dan met een 4-1 overwinning starten, dat is beter kan eigenlijk niet. Dit is de belangrijkste wedstrijd in de pool. Ik denk dat Argentinië met ons de twee sterkste tegenstanders zijn in de pool. Dus dan is het belangrijk dat we deze winnen. En ik denk dat we nu al met 1 been in Rio staan, zeg maar. Nu krijg je nog Canada en Noord-Ierland. Dat zijn landen die jullie normaal gesproken moeten kunnen hebben. En dan sta je in de kwartfinale en daarmee plaatsen jullie je voor Rio. Ja, we moeten deze pool doorgaan. Dus bij de eerste 2. Dus is bij de top 8 van de wereld. En dan gaan we naar Rio en eigenlijk is dat het grootste doel. En daarna gaan we kijken hoe goed we gaan presteren op de WK. Je bent 6 maanden geblesseerd geweest en dan nu je eerste wedstrijd. Gelijk met een doelpunt, hoe voelt dat? Ja, fantastisch. Dat is echt, ik had het niet gedacht eigenlijk. Toen dat gebeurde, toen dacht ik, toen zei de arts gelijk van nou je gaat het niet halen. Dus dan is het alleen maar mooi dat ik hier nu sta en dat ik nu gelijk mag scoren. Ja. Ja, jij maakt nog 2 hele lekkere doelpunten, beschrijf ze eens. Even kijken, die eerste was een individuele actie op de achterlijn. Ik dacht dat hij me zou tackelen, maar de bal deed wat ik wilde. En toen deed de keeper een stapje naar rechts en toen, korte hoek. En de tweede was een vrije trap. Was een streep? Ja, een vrije trap. Op het moment dat er gefloten werd voor de overtreding, zei hij tegen lastheers van mij. En hij liet hem liggen. Dus ik mocht hem nemen van de aanvoerder. En ik heb het wel waargemaakt, gelukkig. Anders kreeg ik dat eigenlijk op de kamer te horen.